De Tuinbouw Ondernemersprijs is 28 jaar geleden in het leven geroepen om bekendheid te geven aan de positieve ontwikkeling in de tuinbouwsector. Met deze prestigieuze prijs worden ondernemers beloond voor excellent ondernemerschap, durf, daadkracht en doorzettingsvermogen. Daarnaast wordt met deze ondernemersprijs de innovatieve tuinbouwsector jaarlijks in de schijnwerpers gezet. De Tuinbouw Ondernemersprijs is een opmaat naar de toonaangevende ondernemersprijzen International Grower of the Year en de landelijke ondernemersprijs Koning Willem I prijs. De deskundige vakjury heeft dit jaar 4 topondernemers genomineerd voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2014. Kwekerij Forever Green heeft bedrijven in Steenbergen en Westland. Het bedrijf wordt gerund door vader Wim en zoons Jim, Robert, Dennis en Richard. Forever Green is koploper in de paprikateelt. Ondanks moeilijke jaren in deze sector blijft het bedrijf investeren en heeft het onder de merknaam Pura Natura een eigen positie in de Verenigde Staten veroverd met duurzaam geteelde paprika's. Samenwerking en kennisdeling heeft het bedrijf ver gebracht. Schoneveld Breeding uit Twello is een internationaal georiënteerde veredelaar en producent van bloeiende potplanten met locaties in het buitenland. Schoneveld onderscheidt zich in de productontwikkeling van niche-producten zoals cyclaam en Primula opconica met een lagere milieubelasting. Door goede marketing en communicatie voor de klanten worden de kleinere producten ook in beeld gebracht. Het bedrijf geeft haar kennis onder meer door als erkend leerbedrijf. Waterdrinker uit Aalsmeer is 40 jaar geleden gestart als familiebedrijf. De directie wordt gevoerd door Bob Moria en Mariska Foppen. Waterdrinker was de eerste cash and carry die een breed assortiment bijzondere exclusieve kamerplanten aan bloemisten, tuincentra en groothandel levert. Tegenwoordig neemt Waterdrinker de functie van service provider op zich en ontwikkelt totaalconcepten om haar klanten te ontzorgen. Het bedrijf zet zich in hoge mate in op het gebied van arbeid en personeel, onder meer met de Waterdrinker Academy. Westende Fruitteelt uit Fijnaard is in handen van ondernemers Rienes en Marian van het Westende. De uitvoering van de werkzaamheden is een verantwoordelijkheid van Dick en Eddy den Dunnen. Westende Fruitteelt speelt een prominente rol in de vernieuwing van perenrassen. Het bedrijf beheerst het hele proces van telen, sorteren, verpakken, koelen en bewaren. Met een innovatieve teeltmethode die Westende deelt met collega's, brengt Westende de perenteelt op een hoger niveau en heeft het bedrijf een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie voor de sector. Wie wordt de winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2014 en komend jaar actief ambassadeur van de innovatieve tuinbouwsector? De tuinbouwondernemer van het jaar wordt bekendgemaakt tijdens een inspirerende, informatieve, maar vooral feestelijke prijsuitreiking. Op woensdag 8 januari 2014 in Keukenhof Lisse. Ook u bent van harte uitgenodigd.